Welkom bij Wereldkruiden. Wij zijn u graag van dienst om de beste kruidenmix voor u samen te stellen. Wij bieden een breed en diep assortiment aan van diverse kruiden, oliën en honingen. Kijk op onze website www.wereldkruiden.com of bezoek onze vestigingen in Rotterdam en Amsterdam. Nieuw, binnenkort geopend in Amsterdam-West, restaurant Grillies. Beleef het barbecuegevoel van vlees en vis. Bezoek Grillies voor heerlijk eten. Meer info over de opening, kijk op www.grillies.com. Dat is de redding van het Westen, dat moslims altijd met elkaar ruzie krijgen. Soms denken ze dat je een racist bent, weet je, dan zeggen ze dat ze een racist. Maar je komt ook wel met uitspraken die het ook, waardoor je moeilijk kan denken, hij is geen racist. Noem eens een uitspraak waardoor jij vindt dat ik een racist ben. Jan Roos. Ik denk dat jij een van de meest opvallende gasten bent in mijn serie nu. Oh. Ja, want ik denk dat jij de meest uitgesproken gast ben waarvan ik denk dat die misschien in het leven toch een stuk anders als mij in het leven staat als het gaat om Gods besef hiernamaals en dat er meer is tussen hemel en aarde. Ja, nou, dat weet ik wel zeker. Tenminste, ik weet niet zeker of ik dan de meest opvallende gast ben. Maar uit wat voor nest kom je eigenlijk? Ben je gelovig opgevoed of juist niet? Of? Nee, atheïsten. En niet alleen mijn ouders, maar ook mijn opa en oma. Die waren niet kerkelijk of gelovig, wat dan ook. Ik heb het geloof totaal niet meegekregen, zeg maar praktiserend. Mm-hmm. Maar goed, wij hebben een huis waar veel gediscussieerd wordt en gesproken wordt. Algemene ontwikkeling, gelezen, ja. Geschiedenis. Nou ja, godsdienst is natuurlijk onderdeel van het bestaan, van het ontstaan. Dus ja, het is niet dat ik totaal bleu ben. Alleen ik geloof nergens in en dat is mij ook nooit aangeleerd. Waren jouw opa en oma eigenlijk van oorsprong protestants en daarvan afgeweken of... Mijn opa en oma, van mijn moeders kant, die heb ik nooit over enige vorm van religie gehoord. Nooit naar een kerk geweest ook? Of? Ja, goed, iedereen is wel naar een kerk geweest, maar meer uit een soort van meer cultureel. Met mijn andere oma ging ik één keer per jaar mee naar de kerk, naar de kerstmis. Dat vond ze mooi. En dat was het meest religieuze wat ik ooit met haar heb beleefd. Geloofde zij in een god? Nee, dat geloofde ik. Ik geloof niet. Jij, zo, je oma of je... Nee, ik geloof niet dat zij geloofde in een god. Want dan zou je wel wat meer eraan doen dan alleen maar met kerst te gaan zitten. Ja. En die kwam inderdaad, denk ik, meer van het protestantse huis. Dat is natuurlijk, we zitten in Noord-Holland. En het katholieke is meer aan het zuiden gegeven. Dus ongetwijfeld zal er wel iets protestants in jouw lijn zitten. Ach ja, dat moet haast wel natuurlijk. Kijk, ik mijn stamboom een beetje nageplozen. Wij zitten hier al eeuwen in dit land. Ja. Dus dan moeten we wel ergens protestant zijn geweest natuurlijk. Ja. Maar ik heb met religie niks. Heb jij recent iets met de dood meegemaakt? Familie of... Nou ja, er zijn wel mensen om mij heen natuurlijk gestorven. Meest recent en meest impact is een soort van tweede vader van mij. In mijn hele jeugd. Ik heb natuurlijk mijn eigen vader. Ja. En dat was een gezin waar wij altijd alles mee deden en mee optrokken. En die is een jaar geleden overleden. In de tussentijd zijn wel meer mensen overleden die ik ken, ouders van vrienden en dat soort dingen. Maar dit had voor mij het meeste impact, ja. Als jij iemand dood ziet liggen, heb je die persoon gezien? Zeker. Heb je dan het gevoel dat er echt al... Dat het dan echt helemaal klaar is? Of? Ja, ik geloof niet in het hiernamaals. Alhoewel ik wel begrijp dat mensen er wel in geloven. Het is natuurlijk een soort hoop, hè, dat het niet afgelopen is. Hè, dat je een tweede hoofdstuk ingaat. Dus ik snap religie. Ik snap ook het religieus denken, snap ik. Mm-hmm. Alleen, ja, ik heb dat niet. Omdat ik hoef mezelf in mijn geval niet in de maling te nemen. Ik vind het een idee dat je jezelf in de maling neemt. Dat je denkt, van, als ik hier dood ben, dan heb ik het straks nog leukerder ergens anders. Ja, dat vind ik een beetje kinderachtig. Maar, of slechter hoor. Want ik bedoel, wij geloven in God. We kunnen ook gestraft worden. Dus, ja. Wij moeten rekenschap afleggen. Dus het is niet zo van als ik dood ga, nee, dat het per se leuker is. Kijk, jij bent Jan Roos. Dat klopt. En jij bent niet alleen een lichaam, een haar, botten. Jij bent toch ook echt je ziel, je ik, toch? Nou ja, goed, kijk, ik heb een karakter en dat is... Dat overstijgt je lichaam, toch? Nou ja, het is onderdeel natuurlijk van het DNA wat ik heb meegekregen van mijn voorouderen. En ik ben nu 44, dus het leven wat ik heb geleefd heeft mij ook veranderd en gemaakt tot wie ik ben. Mm-hmm. Alleen die ziel is onderdeel van het totaalpakket in het lichaam. Ja. En als mijn hart ophoudt, dan houdt mijn ziel ook op. Want dan, hè, dat is net als een auto zonder benzine.
hartstikke leuk, maar je kan er niet meer zo heel veel mee rijden. Nou, dat is dus hetzelfde met een, als een lichaam ophoudt te bestaan, houdt die ziel daarbij ook op te bestaan. Maar misschien heb ik het fout. Maar ja daar kom ik dan later achter. Oh, dus in die zin ben je daar ook een klein beetje agnostisch in? Dus nee. Je weet het niet zeker? Ik weet het wel zeker. Voor mij weet ik het wel zeker. Ja. Want anders had ik de deurtjes open gehouden in religie. Ja. En ik heb er letterlijk niks mee. En ik vind het vaak heel kinderachtig. Ik ben niet religieus opgevoed. Ja. En daarom ben ik niet religieus. Ja. Als jij niet religieus was opgevoed, was jij geen moslim geweest. Ja, maar ik moet je wel zeggen, ik ben inderdaad in een islamitisch gezin geboren. Maar ik ben opgegroeid natuurlijk in Nederland. Dus ik heb... in een islamitisch gezin. Maar dat maakt niet zo uit in welk land je bent geboren. Maar jij bent opgegroeid. Nee, maar ik heb om mij heen, in heel mijn jeugd, ben ik eigenlijk net zozeer beïnvloed door... Ik bedoel, je bent een minderheid. Je ouders zijn moslim inderdaad. Maar zodra jij naar buiten loopt... Agnosten, christenen, atheïsten, van alles en nog wat. Dus en ik heb op een openbare school gezeten, dus ik werd eigenlijk ook... Zeker. Van alle kanten werd ik dus beïnvloed. Maar Salah, je kan niet ontkennen dat, zeker als je jong bent, dat je ouders de grootste invloed hebben op het doen en laten. Hè? Als zij zeggen tegen jou, je mag niet op korfbal, zit jij niet op korfbal. Oh, nee. Maar als zij tegen jou zeggen, jij gaat mee naar de moskee, dan ga je mee naar de moskee. Nee, maar mijn punt was eigenlijk, is dat ik toen op den duur dus dacht op mijn 14e, 15e, 16e, dat ik dacht van, ik word dus gewoon islamitisch opgevoed. Ja. Maar ik wil eigenlijk ook wel weten wat ik nou precies ben. Ja. Ik wil weten wat protestanten, wat joodse. Ik probeerde voor mezelf echt wel te denken van, oké, laat ik eventjes die vanuit die moslimpet even afzetten. Ja. En toch proberen te kijken, wat is voor mij nou het meest logische? Ja. En toen kwam ik toch weer op die islam uit. Ja, natuurlijk. Wat denk je wat er gebeurde als jij erachter was gekomen dat je katholiek was? Had je een probleempje gehad, vriend? Maar dat vond ik onlogisch. Nee, natuurlijk is het onlogisch. Dus je bent geworden wat er van jou werd verwacht en waar je mee groot bent gebracht. Jij hebt niet een zoektocht naar jouw God gedaan. Nee, want je zoekt dan naar je God is dat je voor alle religies zou openstaan om die aan te hangen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Jij hebt gewoon in de basis gedacht, ik ga eens me informeren over de rest. Maar ik weet al, omdat ik uit het islamitische huis kom, dat ik moslim ben. Nee. Hier maak je een inschattingsfout. Okay, bijvoorbeeld het jodendom ging ik onderzoeken van, oké, waarom zou het jodendom niks van mij zijn? Toen dacht ik mezelf van, jodendom is eigenlijk een op etniciteit gerichte godsdienst. Het is raciaal, het is eigenlijk, maar je kan het wel worden. Wat zouden je ouders ervan vinden als je op een gegeven moment thuis komt en zegt, pap, mam, ik ben jood? Oh, nou, dat zouden ze verschrikkelijk vinden. Ja, ja dus maar dat is dus het hele keuzeverhaal wat je net verteld, klinkt heel leuk, maar is natuurlijk gewoon een lulkoek. Dat kan jij misschien denken, maar voor mijn gevoel was dat echt niet zo. Dus je had christen mogen worden? Ik heb het niet over wat mijn ouders het liefst hebben, want natuurlijk, die willen niet dat ik moslim word. Maar even los van dat, puur mijn eigen zoektocht. Ja. Toen ging ik nadenken van, het christendom, dacht ik van, waarom is het christendom dan niks voor mij? Dan dacht ik mezelf, toen kwam ik op die drie eenheid. Is Jezus nou God? Is hij nou de zoon van God? Je moet geloven in Jezus als jouw verlosser, anders ga je naar de hel. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, oké, en de mensen die voor Jezus hebben geleefd, hoe moesten die dan in Jezus hebben geloofd? Dat soort rationele vragen kwamen er bij mij op. Het klinkt misschien makkelijk voor jou dat je denkt, ja, je was al moslim. En qua logica kom je ook weer uit bij de islam. Ja. Ik begrijp dat jij dan denkt van, het is wel heel makkelijk deze route. Maar toch, qua logica kwam ik daar toch weer uit. Want ik heb het wel gewoon echt wel geprobeerd op intellect voor mezelf te verantwoorden. Het is onmogelijk om op intellect op religieuze basis te gaan nadenken. Intellect heeft echt te maken met is iets zo wetenschappelijk bewezen. Religie is niets meer dan emotie en traditie. Heeft niks met intellect te maken. Ik zou je sterker vertellen, de landen waar de mensen het minst ontwikkeld zijn, is de meeste religie. Want als jij natuurlijk heel erg beleerd en geleerd bent en je hebt heel veel gelezen en een boel, dan is het heel lastig om jezelf nog een keer in de maling te nemen dat er iemand op een wolk alles zit te besturen. Ja, maar dat is nu. Maar bijvoorbeeld als je in vroegere tijdperken gaat kijken, er was bijvoorbeeld het Andalusisch tijdperk en de Umayyaden tijdperk. Dat was op dat moment het hoogtepunt van de wetenschap. Dat lag toen in het Islamitisch Rijk. En op dat moment was iedereen gelovig. Nou, Andalusië was inderdaad Zuid-Spanje. Daar was
De wetenschap was daar gigantisch. Sowieso in het Midden-Oosten waren ze verder dan. Ja. Toen liepen wij hier nog in berenvellen. De eerste persoon die vloog, een moslim. Ja. Echt een soort van mechanisme gemaakt, een soort pak. Ja. Waar die iets van 40, 50 meter echt wel even mee gevlogen had. Ja, ja. Maar de wetenschap was toen heel hoog. En de vraag dat is, waren allemaal moslims. Ja, de vraag wat ik je nu wil stellen. Ja. Hoe komt het dat de afgelopen paar honderd jaar er niets is uitgevonden in het Midden-Oosten of in islamitische landen. Er is nul Nobelprijs gewonnen ooit. Niks. Het enige wat er vandaan komt is, olie en ruzie. En, dus, maar wat is er dan gebeurd? Ja, maar het paradoxale van dit alles, en dat vind ik dan ook weer bijzonder. Ik ben het helemaal met je eens. Maar hoe komt dat wetenschap op een gegeven moment? Dat probeer ik nu uit te leggen. Het paradoxale van dit is dat op het moment dat de islam, dat de mensen minder hun islam gingen beleven in die landen. Dat is paradoxale. Dus dat moet je even aanhoren. Op het moment dat de moslims in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika, et cetera, zich minder gingen gedragen naar hun boek, toen klapte het helemaal in. Terwijl de hoogtijdagen, dat was op dat moment toen de moslims eigenlijk juist heel veel met het geloof bezig waren. Ja, maar Salah, luister nou. Je kan toch mij niet ontkennen dat ze in Iran, Saoedi-Arabië en maar dat soort landen niet bezig zijn met de islam. Je hartstikke wordt eraf gehakt als je niet genoeg met de islam hebt. En er komt nog steeds niets positiefs uit. Nee, geloof mij, als je nu de moslims van nu gaat vergelijken met moslims van bijvoorbeeld 700, 800 jaar geleden. Wij zijn qua islambelijdenis peanuts. 800 jaar geleden bestond de islam nog helemaal niet, joh. In 1400 jaar geleden. De islam staat al 1400 jaar. Ja, maar we zitten toch niet in 2200? Als het in 1400 is begonnen? Nee, hij zit in 1400. In 1400 700. Hij is in 700 begonnen. Okay. Ja, op het moment dat het Ottomaanse Rijk en Noord-Afrika en op het moment dat die op hun zwakst waren, dat was ook het moment dat analfabetisme hoogtij vierde. Dat er geen uitvindingen meer werden gedaan. Dus in alle facetten was de islamitische wereld een beetje ingeklapt. Maar dat is nu nog steeds zo. Ja, ja. Waarom verandert dat dan niet? Ja, omdat we onszelf moeten hervinden. Het is echt zo. Hoe lang duurt dat dan? Ja, dat kan nog lang duren. We hebben echt een identiteitscrisis. Heeft de islam een verlichting nodig? Niet als het gaat om dogmatiek. Wij moslims, wij geloven dat we uiteindelijk zullen sterven en dat we rekenschap af moeten leggen aan God. Ja. Dat doel zijn we een beetje vergeten. En God zegt tegen ons, doe jullie best hier op aarde. Haal het beste uit jezelf. De eerste woorden van de Koran was lees. Ikra, lees. Dus heel veel facetten, daar houden we onszelf niet meer aan. Bij Jan Roos thuis de diepte in over de islam en de wetenschap. Zo maak je eens wat mee in het Noord-Hollandse bergen. Door veel heftige uitspraken van Jan hebben veel mensen een niet al te positief beeld van hem. Ik vraag me af, hoe gaat hij hiermee om? Soms denk je dat je een racist bent, weet je, dan zeggen ze dat je een racist. Maar je komt ook wel met uitspraken waardoor je moeilijk kan denken, hij is geen racist. Noem eens een uitspraak waardoor jij vindt dat ik een racist ben. Als je de vader van Glennis Grace een circusaapje noemt of zo. Ja, dan wordt het heel lastig voor mij om te denken van hij is geen racist dan. Nee, maar dat komt omdat mede door de identiteitspolitiek waar we nu in zitten, wat overigens een verstikkende situatie is. Mm-hmm. Betekent dus als ik circusaapje zeg over een donkere man dat ik een racist ben. Maar wij gebruiken thuis in Amsterdam en hier bij mij thuis in Bergen de term circusaapje voor iemand die wordt ingezet voor de entertainment en doel van een ander. Dat is een circusaapje. Het is niet per definitie als je de term aapje gebruikt dat alle bellen afgaan. Oh, hij zegt dat tegen een donkere man. Of vind jij dat ik op elk woord wat ik wil zeggen, moet denken over wie zeg ik dit en is het dan racisme? Ik zeg over mijn eigen kinderen dat circusaapjes zijn. Maar dan is het geen racisme, omdat ze blank zijn, dan hebben we dus wel een probleem. Klopt. Dus dan hebben we woorden voor donkere mensen en woorden voor blanke mensen. En dan kom je al heel snel in een apartheidssysteem. Dit is misschien heel technisch uitgelegd, maar op het moment dat je een donkere vader van iemand een circusaap noemt, dan moeten bij je ook de alarmbellen afgaan van. Nee, want het is pas racisme als je die term puur zou gebruiken voor mensen met een donkere huidskleur. Ja. En dat doe ik niet. Ik maak grappen in mijn uitzendingen over christenen, joden, moslims, Turken, negers, Marokkanen, dikke, blanke papzakken, suiplappen. Ik maak grappen over alles en iedereen. En weet je wat mij dat maakt? Juist de belichaming van antiracisme. Want ik ga mij niet terugtrekken als het een donker persoon is, of een omgebouwde, of een homo, of een moslim. Trek ik mij niet terug. Ik maak over iedereen en alles grappen. Voornamelijk ook over mezelf. Maar speel jij het niet gewoon op dat punt gewoon heel slim door, als ik maar alles en iedereen ook beledig, dan kan ik ook
mijn racistische kant. Die kan ik gewoon uiten, omdat ik mij... Ik heb een disclaimer. Ik pak ook homo's aan of ik pak ook... Nee. Snap je? Dus, nee, ik begrijp... Ik een soort van tactiek. Ik begrijp wat je zegt. Ja. Dat zou dus betekenen dat ik dus... 's avonds in een bedje lig en dat ik denk, ja, ik ben natuurlijk eigenlijk een full-blown racist, maar hoe kan ik dat nou doen zodat ik ermee wegkom? Juist. Nou, als ik dat zou bedenken, dan moet ik opgesloten worden en ik twijfel of het nou een gesticht is of een gevangenis. Ik denk dat de Nederlandse samenleving er ongelooflijk bij gebaat is als mijn zoons, ik heb er twee, ook met een Marokkaans meisje kunnen trouwen. Dan denk ik dat dat heel goed is voor ons. Ik denk heel goed dat mijn dochter met een Turkse jongen kan trouwen. Tenminste, dat kan al wel, maar ik bedoel meer... Mag die op Denk stemmen? Luister, hij mag stemmen op wat hij wil en zij mag ook stemmen op wat ik wil. Je mag van mij op alle partijen in Nederland stemmen, alleen in mijn tafel wordt daar wel over gesproken. Ja. Jij komt niet aan mijn tafel zitten eten van de boodschappen die ik heb gedaan en tegen mij zeggen, ik stem Denk, maar daar mag je niks van vinden. Nee, dan wil ik wel even met je praten over wat ik ervan vind. Maar als jij op Denk wil stemmen, moet je dat lekker doen. Jan, ik wil even terug naar God. Jij gelooft er niet in. Nee. Als jij komt te overlijden en er blijkt wel een God te zijn. Ja, dan wordt het even schrikken. Dan schrik je wel, hè? Ja. Ja. Kun je daar iets bij voorstellen? Nee, want ik ben ervan overtuigd, en dat is nog een stap verder dan geloven, dat dat er niet is. Mm-hmm. Maar stel dat ik het mis heb, ja, dan moet ik de boel oplossen. Ik zal waarschijnlijk wel wat geschrokken uit mijn ogen kijken. En dan zegt hij, nou Jan, je hebt er mooie puinhoop van gemaakt, want je hebt me niet aangehangen, je hebt niet in me geloofd, je hebt alles gedaan wat eigenlijk van mij niet mag. Hoe gaan we het oplossen dan? Wat blijft de mensheid toch fascinerend elke keer. Bijzonder hoe verschillende mensen denken. Heel veel niet-moslims hebben vaak een vertekend beeld over mijn geloof. Hoe zou dat toch komen? Je kan mij niet vertellen dat de islam goed is voor vrouwenrechten. En ik weet wel dat het dan wordt verteld, ja, maar dat is wel zo. Ja, dat is echt zo. Ah, ga toch alsjeblieft op, maar in elk islamitisch land worden vrouwen tweederangs burger behandeld. Nee, maar ik heb het niet over wat moslims doen, ik heb het over wat de islam zegt. Ja, maar dat is dus kletskoek, want jullie zijn dan toch, zeg maar... Was het maar waar dat wij... Jullie zijn toch zijn personeel dan? Ja, maar was het maar waar dat wij uitvoerden wat de islam zegt? Was dat maar waar? Dat is absoluut, in 9 van de 10 gevallen is dat niet zo. Er zit een enorme kloof tussen de islam en wat wij uitvoeren, helaas. Als jij zou weten hoeveel rechten en hoe goed de vrouw wordt behandeld in de islam. Echt waar, er gaat een wereld voor je open. Je hebt het volledig mis. Ja, zolang ze maar luisteren. Nee, echt niet. Het is een patriarchaat, vriend. Nee, echt niet. Dus al vrouwen hebben zoveel rechten, maar het is totaal patriarchaat. Bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven. Als een vrouw bijvoorbeeld een inkomen heeft. Ja. En een man heeft een inkomen. Ja. Ik mag geen cent van haar aanraken. Terwijl mijn inkomen, ik moet haar onderhouden. Nou, vriend, kun je vertellen. Ja? Ik ben geen moslim. Dan wil je het hier thuis precies hetzelfde. Want dat doen die wijven allemaal. Ja, maar dat is haar recht. Ja, nooit op. Nee, maar het is echt zo, ja. En als ze op een gegeven moment zegt van ja, ik ga toch maar niet met een moslimman trouwen, dan krijgen ze een bak accuzuur in de nek. Hou er eens even op. Ja, maar sinds wanneer in Nederland gooit er een bak accuzuur over een vrouw gooit als ze met een niet-moslim trouwt? Kom op, Jan. Je moet niet naar een of ander vaag dorp op Irak gaan waar een of andere gek iets gedaan heeft. Je weet toch heel goed dat vrouwen in de islam dienen te luisteren naar het patriarchaat. Naar de man. Maar, want je weet heel goed dat op het moment dat je een huishouden hebt, een islamitisch huishouden, en dat verzin ik niet, ik spreek ook heel veel van die mensen, dat op het moment dat vader weggaat of wat dan ook, dat dan de eerste zoon de baas van het huis is. Dan weet je toch dat zo is. Je weet toch ook dat die meisjes niet per definitie... Je hebt nu zo'n meisje. Maar het feit dat ik bijvoorbeeld mijn zus wil beschermen of mijn moeder wil beschermen, dat vind ik een hele mooie eigenschap. Ja, maar beschermen is iets heel anders dan isoleren. Ik ken werkelijk waar geen één moslim om mij heen. Marokkaanse jongens, Turkse jongens, die hun zus isoleren. Nee joh, Jan. Dus ze mag omgaan met wie ze wil, antwoord is nee. Ze mag trouwen met wie ze wil, omgaan, antwoord is nee. Je haalt nu twee dingen door elkaar. Oh. Kijk, je hebt bijvoorbeeld, stel je voor, ik ben een moslim en een vrouw is een moslim. En ik zeg, ik tracht te leven naar de wetten van mijn geloof. Ja. Dan zijn wij, ik en die andere persoon of mijn partner of wie dan ook, we zijn het erover eens dat we trachten te leven naar die wetten. Ja. Nou, die wetten kun je soms leuk vinden, kun je soms minder leuk vinden. Ja. Maar wij trachten naar die wetten te leven om naar het paradijs te gaan. Dan heb je mensen of moslims die zeggen van, ik wil mij niet houden aan die wetten. Ja.
Dat kan. Dus ik kan niet, als iemand zegt van, hallo, als je als moslim zegt, ik wil geen moslim meer zijn, ja, dan ben ik ook uitgespeeld. Ik zal mijn uiterste best doen om jou te overtuigen dat de islam wel bestaat, dat er een hiernamaals is en dat er een God is. Maar als jij beslist van, nee, ik wil dit niet meer, ja, dan is mijn rol ook uitgespeeld. Als bijvoorbeeld een meisje zegt van, ik wil absoluut geen hoofddoek meer dragen, terwijl ik tegen haar zeg van, luister, islamitisch gezien is het beter voor jou om een hoofddoek te dragen, want je zal je beloning krijgen bij God. Eigenlijk? Want in de Koran staat helemaal geen woord over het hoofddoek. Ja, kijk, vrouwen hebben hoe ze moeten kleden en wij mannen hebben hoe we ons moeten kleden. Dus ja, maar ik zie altijd... Niet dat wij mannen ons aan de regels houden. Ik zie voornamelijk dat vrouwen zich aan de kledingregels moeten houden en mannen niet. Wat moslims doen, helaas, dus wat moslims doen, strookt heel vaak niet met wat de islam zegt. En dat zorgt voor een heel scheef beeld, bij onder andere Jan Roos. Zijn er dingen in de islam waarvan jij denkt van, nou, maar dat vind ik eigenlijk wel toch wel best wel stoer aan de islam? Nou ja, goed, kijk, wat er wel fijn aan is, en dat is eigenlijk ook precies weer het probleem van de islam zelf natuurlijk, is dat het echt een gemeenschap is, met gemeenschapszin. Dus mensen zijn nog met elkaar. En wat je dus ziet in Nederland, waar de meeste mensen geen religie meer hebben, is dat die gemeenschapszin daar ook door verwatert. Individualiseren. Ja, en ik denk dat het slecht is voor de samenleving om niks meer met elkaar te hebben. En als je nu ook ziet dat de Nederlandse tradities met een rotgang worden afgeschaft, omdat er allemaal mensen beledigd zijn die net uit Ghana zijn gekomen. Hè, dus dan zeggen mensen, ja, maak je dan druk op Sinterklaas en Zwarte Piet? Nee, daar maak ik niet zo heel erg druk om. Want die Zwarte Piet of die Zwarte is of niet, in Sim niet zo heel veel. Maar dat is wel onze traditie wat ons een beetje bindt met elkaar. Mm-hmm. En als we alles wat ons bindt laten gaan en laten vallen, dan hebben we niks meer. En dat is waar je wel met afgunst kan kijken naar de veel islamitische gemeenschappen die hecht met elkaar zijn, waar de familiewaarden nog echt gelden. En dat is natuurlijk wel iets wat bij ons steeds meer verwatert. Dus qua dat, daar kijk ik wel naar en denk, nou, dat is echt wel mooi, vind ik mooi. Maar ik heb niks met religie, nee. Dus er is niks waarvan ik denk, goh, had ik dat maar, weet je wel. Ik snap het. Jij komt uit de media, je hebt gewerkt bij BNR, bij Pound. Ja. Hoe vind jij dat er een islamitisch geluid moet zijn binnen de NPO? Nou, kijk, dat ze mij daar is misschien nog wel wat voor te zeggen. Mm-hmm. Maar dat er geen islamitische omroep is, is belachelijk. Kijk, luister, ik vind de NPO verschrikkelijk. En die islamitische omroep, daar zou ik nooit in mijn hele leven 1 minuut naar kijken. Alleen als jij zegt dat je een doorsnee van de samenleving bent, wat de NPO zou moeten zijn, dan hadden ze rechtse omroepen moeten hebben. Nou, die zijn er niet. Ja. Nou, WNL slaat er maar nergens op. Pound is al 5 jaar dood. Ja. Maar dan zou er ook een islamitische omroep moeten zijn. Nou ja, het probleem van de islamitische omroep is dat ze altijd oorlog met elkaar maken. Ja, dat is de redding van het Westen. Dat moslims altijd met elkaar ruzie krijgen. Als wij onze problemen op zouden lossen. Dan hebben we een probleem, jongen. Wat hebben we dan een probleem? Nou, dan is het wereldwijde kalifaat is echt serieus dan mogelijk. Ja. Maar ja, jullie hebben altijd gezeik met elkaar. Gewoon lekker zo houden. Maar dat was bij die islamitische omroep was dat ook altijd zo. Maar het is raar dat het niet bestaat. Dat die zuil totaal wordt genegeerd bij de NPO is niet conform de mediawet. Ja. En ik vind wel dat we ons aan de wet moeten houden, dus ook in die vorm. Ja. Dus er zou gewoon een islamitische omroep moeten zijn. En zouden ook vrouwen met een hoofddoek presentatrices moeten zijn, dat soort dingen? Natuurlijk, waarom niet? Ja. Dat maakt dat nou uit. Dat is toch wat jullie leuk vinden? Ja. Ja, ik kijk er niet naar en ik zie liever een vrouw met haar. En dat is wel eigenlijk iets voor een man als ik heel vervelend. Ik hou niet van blonde Hollandse vrouwen. Echt niet? Nee, ik vind blond helemaal geen moer aan. Nee dan? En Marokkaanse vrouwen zijn wel is een groep. Marokkaanse vrouwen hebben de mooiste haar van de wereld. Mooie krullen en slag en pracht en donker, bijna olie, weet je dat het bijna blauw wordt. En dan gooien ze er een doekje erop. Och. Zou het voor jou niet geweldig zijn als jouw vrouw, dat niet andere mannen haar schoonheid zien, maar dat het alleen voor Jan is? Nee, maar dat vind ik totaal ten eerste. Ja. Kom je nu aan vrouwenrechten, want waarom heb ik het alleen recht op haar schoonheid? Ten tweede... Jij het leuk zou vinden? Nee, vind ik helemaal niet leuk. Ik weet wat ik leuk vind. Wat, ja. Als ik de kroeg binnen kom lopen, en dan kom je ook niet waarschijnlijk. Nee. De kroeg binnen kom lopen met mijn meisje en dat je kerels ziet kijken en dat ze denken, hoe is het mogelijk dat hij zo'n lekker wijf heeft? En dat vind ik mooi. Echt? Ja, vind ik mooi, man. Meen je dat nou, joh? Ja, natuurlijk. Kijk eens eventjes wat die dikke kale heeft geregeld. Ja, vind ik wel leuk, ja. Maar vind je het niet erg dat al die mannen dan naar je vrouw zitten kijk maar lekker. Als je eraan zit, ben je je tanden kwijt. Maar kijk maar gewoon lekker. Ja, wat is nou het probleem? Voel je me minder man dan andere man? Nee, maar voel je iets van jaloezie? Nee. Nul?
Nee, hoezo moet ik jaloers zijn dat een man er naar kijkt? Zeg, luister, als hier iemand in een Porsche rondrijdt, ja? En dan kijken allemaal kerels, goh, jeetje, wat een mooie Porsche is dat. Die stappen daar in een Fiat Panda. Dan lach je ze toch uit? Nou, dat is toch... Die kerels die zitten te kijken, denk ik, jezus, wat een mooie vrouw. Nou, dat klopt. En die ligt bij mij in bed en jij ligt met het lelijke konijn. Wij hebben daar een term voor en die term heet legera. En legera is een soort van positieve jaloezie. Een soort van bescherming voor je vrouw. Ja, ik kan je vertellen hoe we dat in Nederland noemen. Hoe? Kleinzielig. Denk je? Waarom moet jij je vrouw beschermen? A, kan ze dat beter zelf. Ten tweede is het, kom je nu weer aan hun rechten. Maar luister, ik zie een vrouw. Mm-hmm. Ik denk zo, dude. Goed gedaan, pik. Ja. Wat is het probleem nou? Ik lig toch niet met haar in de koffer? Ik zeg alleen dat je mij een mooie vrouw hebt gedaan. Of heb gevonden. Wat is het nou het probleem? Als ik er in de kont krijg, gelijk, moet je me gelijk op de kop. Sowieso. Maar ik kan toch zeggen van, je hebt een mooie vrouw, maar dan begeer ik haar toch niet? Nee, klopt. Maar in essentie nee, maar jij vindt vind ik het niet leuk. Jij bent vervelend. Waarom? Omdat je een klein mannetje bent. Nee, dat natuurlijk. Nee, het is niet. Nee, natuurlijk. Het is van mij. Nee, weet je, ik ben twee, zeg maar. Nee, ik, alles is van mij. Nee, dat is het niveau. Nee, maar weet je waarom dit argument niet valide is in dit geval? Oh. Ja, omdat ik jouw vrouw... Ja. Zou ik ook niet naar jouw vrouw willen kijken, omdat ik dan vanuit jou denk. Nee, maar ja, gun mij mijn argument. Ja, goed, prima, maar zou ik lekker kijken. Nee, maar ik bedoel omdat ik dan mezelf verplaats in Jan. Dat ik dan denk van, ik vind het niet leuk als ik naar zijn vrouw zit te kijken of dat ik overdreven heb. Echt? Ja, en dan denk ik zit ik eigenlijk vanuit jou te denken, omdat dan respecteer ik Jan. En dan denk ik, nee, dit is zijn vrouw, ik moet daar respect voor hebben. En dan gun ik jullie jou. Nee, joh, maar dat is totale onzin, joh. Ja, maar dat gevoel hebben we. Ja, maar kijk, wacht eventjes. Dat, ja? Je hebt dan over mannelijkheid, hè? Ja. Maar mijn ego is groot genoeg om te kunnen dragen dat andere mannen naar mijn vriendin kijken. En denken, nou, dat is een lekker wijf. Wat moet ik dan denken? Ben je bang dat... Waar moet ik dan bang voor zijn? Nee, maar wat ik mezelf niet gun, dat bedoel ik. Ja, dat jij jezelf niet gunt. Nou, jij moet zo weten. Maar het zou heel hypocriet zijn. Maar je gaat ook niet naar het strand. Maar het zou heel hypocriet zijn als ik niet wil dat mensen naar mijn vrouw kijken. Ja. Maar ik zit wel lekker naar jouw vrouw. Ja, maar waarom wil je niet dat ik naar jouw vrouw, dat ik niet naar je vrouw kijk? Ja, dan komt er echt een gevoel omhoog. Gewoon dat echt? Ja, echt. Ja, jaloezie. Nou, legera noemen wij dat. Het is niet jaloezie van oh, wat zou ik graag die auto willen hebben. Dat maar, is het niet. Maar dat is dan toch precies de reden waarom op een gegeven moment dat ze een boerkaartje aantrekken. Nee, maar dat zie je ook verkeerd. Nee, dat is dus precies nee, de reden. Nee, echt niet. Natuurlijk, is dat de reden. Nee, maar weet je waarom? Zal ik jou vertellen waarom dat zo is? Je hoofddoek is er, dat andere man je vrouw niet begeert, dus je maakt een lelijke. Maar zal ik jou uitleggen van dat boerka-aspect, waarom dat niet zo is? Hmm. Omdat de vrouwen die burka dragen, 99 van de 100 van die mannen willen niet eens dat ze burka gaan dragen. Ja. Niet vaak, dan zegt die vrouw nog tegen die man, luister, ik ga burka dragen. En dan zegt die man nog tegen haar van, is een hoofddoek niet voldoende? En waarom denkt die mevrouw dat? Omdat ze totaal geïndoctrineerd is misschien? Nee, omdat zij die relatie met God zo voelt. Ach ja, maar luister. Maar goed, laten we even de burka neerleggen. We gaan eventjes naar niet kijken naar een andermans vrouw. Ja. Ik vind dit echt belachelijk. Maar als jij niet naar mijn vriendin wil kijken, ook goed maat. Dat interesseert me helemaal geen moer. Maar ik vind het een beetje kinderachtig van je. Maar de reden waarom ik dat ook niet wil, als achterliggende gedachte, is van, als ik constant allemaal vrouwen zie, ik wil juist mijn eigen vrouw zo bijzonder blijven vinden. En ik wil eigenlijk niet besmet raken met allerlei andere beelden. Ja. Nou ja, ik zal het eens een maandje proberen. Probeer het eens. Dat gaat het me niet lukken. Als ik een mooie meisje zie, ga ik nog even lekker kijken. Mijn laatste vraag is, zou er een kans zijn dat Jan in de toekomst, hoe oud ben je nu? 44. 44. Zou er in de toekomst dat je ergens op je 70ste of op je 60ste, dat er een kans is dat je opeens toch gaat denken van, God zou kunnen bestaan? Nee, dat gaat niet gebeuren. En een van de redenen waarom dat niet gaat gebeuren, omdat ik me nogal hypocriet vind. Ik hoor van mensen die op een sterfbed opeens de pastoor laten komen. Ja. Nooit iets aan religie gedaan, maar die denken toch, net even voor de zekerheid, toch maar eventjes. Nee, dat vind ik oneerlijk. Dat moet je niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Dus of je gaat er lekker voor en je houdt je goed aan de regels en je hoopt het op het beste. Ja. Of niet. En ik ga niet de laatste paar minuten van mijn leven denken van, nou laat ik toch maar een stap in zetten, want wie weet. Ja, nee, dat vind ik flauw. En joh,
Ik geloof er niet in, jij gelooft er wel in. Nou, allemaal goed toch? Je mag volledig blijven geloven waar jij in gelooft. Wij zeggen, lekom dienen, kom wil je dienen. Dus ik mijn godsdienst en jij jouw godsdienst of levenswijze. Of wat dan ook. Nou, dus, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus in die zin is er helemaal niks aan de hand. Jij hebt jouw godsdienst en ik wens je daar met alle respect het beste in. Ik heb het niet. Nou ja, en daarmee is het wat het is. Het enige wat we niet moeten doen is elkaar naar het leven staan. Nee. Ik kan het volledig met jou oneens zijn en zeer fel oneens ook. Ja, tuurlijk. Weet je, maar als we dadelijk voor de deur staan, Jan, even grote vrienden. Ja, maar wacht even. Het beeld dat we met elkaar eens moeten zijn is verschrikkelijk. Ja. Dat is heel raar, hè, van de samenleving waar we nu in zitten. Ten eerste eigenlijk alle mensen die zeggen dat we op moeten houden met polarisatie, die polariseren als de pest. Ja. En we zouden het met elkaar eens moeten zijn. En waarom helemaal niet zeggen? Wat een verschrikkelijk land krijgen we dan als we het met z'n allemaal eens zijn. Of we stemmen op dezelfde partij. Of we hebben allemaal dezelfde godsdienst of dezelfde denkbeelden. Verschrikkelijk. Nee, ik kan het hardgrondig met iemand oneens zijn. En ik vind dat bijzonder aangenaam. Eén laatste tip misschien voor jou nog. Wil je iets minder niet racistische grappen maken? Nou, kijk. Als ik racist zou zijn... Niet racistisch. Ja, nee, begrijp wat je bedoelt. Ik blijf gewoon precies zeggen wat ik zeg, totdat ik racistisch ben. Mm-hmm. Wees af en toe wat chiquer, Jan. Kom op. Nee, maar daar heb je andere mensen voor. Ja? Ja, daar heb je andere mensen voor. Ik hoef niet chique te zijn. Ik zeg echt dingen die schuren, dat besef ik. En zullen best wel mensen een keer verdrietig worden of beledigd. Dat is allemaal zo, dat is onderdeel van het bestaan ook. Kijk, op het moment dat ik echt over de schreef ga en racistische dingen ga roepen, dan moet ik daar per direct mee ophouden. Helemaal goed, nou dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Is goed, joh.